Ja, goedenavond. Even kijken hoor. Het is haast haast. Ren, ren hier. Ho, 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 ho. Het is niet goed. Maar ik ben daar. En dan ga ik heel even kijken of ik mezelf kan vinden. Waarom kan ik mezelf niet vinden? Mijn Facebook doet een beetje raar. Ik hoop dat jullie mij wel zien. Maar ik zou dat graag ook zeker weten. Ah, kijk, hier ben ik. Ja, daar ben ik. Jawel, ik heb mezelf gevonden. Kijk aan. Hallo. Goedenavond. Ik heb aan alle kanten lichte paniek. Ik val in voor Sabine. En ik heb gewoon gewerkt vandaag tot 5 uur. Naar huis, kind ophalen, boodschappen doen, koken, eten, opruimen, de hele mikmak. Als een idioot mijn lijfstellage opgebouwd. Het is een hele verbouwing altijd. En terwijl ik hier mijn spullen aan het klaarzetten ben, realiseer ik me, oh god, het is al 7:30. En ik ben ondertussen een stempel, ja, kwijt. Het is een groot woord, het zal vast wel ergens liggen, maar niet bij mij. Oh, hier, ah, tussen de bloemetjes, daar is hij. Ik denk, waar is die stempel nou toch? Hallo. Live, compleet geïmproviseerd. Onvoorziene omstandigheden. En dan moet je elkaar soms even helpen. Dat geeft helemaal niks. Betekent wel dat ik niks heb kunnen voorbereiden. Betekent ook dat ik nog niet helemaal een vast idee heb met wat ik ga doen. Ik ga in afval aan de slag met de nieuwe collectie. Ik heb de lightmarkers erbij gepakt. Ik had dus de bloemenstempels erbij gepakt, allebei. Ik heb papier gepakt. Ik heb de stencils heb ik hier liggen. Wat heb ik hier? Oh ja, de plakpaaltjes, die zijn ook altijd leuk. De achtergrondstempels. Ik heb wat stencils. Nou, ik heb hier alles liggen van de nieuwe Essentials collectie. Van Janine's Mindful Art. En ik heb een meerdere... In mijn hoofd loopt altijd om van de ideeën. Dus ik heb wel meerdere dingen in mijn hoofd. Ik denk dat ik een. Ik heb even aangedacht om een art journal bladzijde te maken. Maar ik heb. Er zijn veel kaartenmensen hier. Dus ik dacht, dan laat ik maar overschakelen op een kaart. Maar wat voor kaart? Dat is natuurlijk altijd een dingetje. Ik denk dat ik maar ga beginnen. Met 300 gram waterverf aquarelpapier, watercolor paper noemen ze het. De 300 gram, dat wordt dan de basis van mijn kaart. Ik heb ook deze. Dat blijf ik ook altijd mooi vinden, maar daar kan je niet echt makkelijk op werken. Dus dat is niet heel handig, dus die leg ik even apart. De lightmarkers gaan even opzij. Dus het is een beetje chaotisch vandaag, maar het wordt vast mooi. Normaal gesproken ga ik ook altijd zitten. En dan laat ik het eigenlijk een beetje over me heen komen wat ik zal gaan doen. Laten we van dit stevige papier een kaart maken. Ik moet heel even mijn stempels erbij hebben om te kijken hoe hoog de kaart moet worden. Maar dat zie je al dat dat niet zo heel veel uitmaakt. Ik denk. Er zit wat in. Dat ik mijn kaart, zullen we hem 12, 13 centimeter hoog maken, is dat wat? Dat is wel een mooi maatje, 13 centimeter. Zo. Ja, het komt ook, dat is ook zo mooi, hè? Het komt ook altijd weer goed. Dus even improviseren. Maar zo zit je normaal gesproken, zo zoals ik, hè, als ik dan gewerkt heb. En ik heb mijn eten en alles gedaan. Ik heb iedereen weer te eten gegeven. Noem het maar op. Dan wordt het te groot. Dan ga ik ook gewoon eigenlijk altijd aan mijn tafel zitten. En dan doe ik eigenlijk wat ik nu doe. Ik ben een beetje aan het kijken van, nou, wat zal de grootte van de kaarten? Wat is handig? Ik kan een vierkant maken. Dan wordt die 13 centimeter bij 13 centimeter. Misschien is dat wel een goeie. Even op 13 centimeter rillen. Oh.
niet deze. Oepla. Daar zit ik er niet boven, dan zie ik het natuurlijk niet goed. En deze op 13 centimeter snijden. Ja, dus het is wel al fijn om even iemand te helpen. Hè? De, soms dan zijn dingen overmacht. En we doen dit natuurlijk nog altijd vrijwillig, hè? De lives. We doen het met alle plezier, maar ik denk dat ook gerealiseerd moet worden dat we dit allemaal in vrije tijd doen en vrijwillig doen. Als we er niet voor betaald krijgen of wat er ook. Ja, als designteam krijg je natuurlijk de collectie, dat is dan je betaling. En dat is ook hartstikke fijn en superleuk en niks mis mee. En dan gaan we ook allemaal gewoon doen. En maar soms dan kan je gewoon even niet. En dan is het fijn als iemand anders even inspringt. Kijk, ik heb hem nu feitelijk 13 bij 13 gemaakt. En dat is wel een mooi maatje, denk ik. Om een kaartje te maken. Ik ga nu natuurlijk de hele tijd spullen zoeken. Maar dat doe ik normaal gesproken ook. Als ik hier in mijn eentje zit, pak ik er eigenlijk ook altijd rustig aan de spullen bij. Even kijken waar mijn vouwbeen is. Hier. Ik heb te veel spullen in die etui. Zie je dat? Ik wilde dit even doen. Dan ga ik maar irriteren. Die de hele tijd omhoog gaat. Zo. Kijk aan. Plat kaartje ga ik maken. Want ik vind het ook erg leuk om met de nieuwe bloemen van Janine's Mindful Art te werken. Dan krijg je al vaak wat dikkere kaarten, om het zo maar te zeggen. Dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar dan krijg je zeg maar dit soort kaarten. Die zijn natuurlijk wat dikker. Dat kan prima, hè? Deze past prima in zo'n A5 envelop. Ik doe dan altijd met van die bubbeltjes. Maar ik wil hem vandaag platter maken, zo gezegd. Ik heb deze ook al een keer laten zien. Ik heb geen tijd gehad om te stansen, dus ik dacht van ja, ik kan wel alle moeilijke mogelijkheden doen om een rond kaartje te maken. Maar dat komt wel weer en ik heb er al een heleboel gemaakt. En die laat ik zo langzamerhand ook wel zien. Ja, dat is ook zo, Janine. We moeten allemaal onze spullen even bij elkaar zoeken. En ik zat echt net 5 minuten en ik vind dit ook wel eigenlijk wel leuk, want zo zie je ook een beetje het proces van nou, hoe kom je nou tot iets, hè? Hoe kom je aan je ideeën? Nou, mijn idee, ik kan hier natuurlijk gewoon een standaard kaartje maken, maar ik heb toevallig, ik kijk ook wel eens filmpjes, heb ik een filmpje van Jennifer McQuire, heet ze volgens mij, gekeken. Dat is echt een kaartenmaakster, een hele lieve dame volgens mij. En die had een heel leuk idee met een kaartje. En dat ga ik pikken. Mag, hè? Dat vindt ze ook leuk. Mensen zijn altijd bang dat als je dan een idee van een ander overneemt, dat dat dan stelen is. Nou, in mijn geval, ik vind dat niet. Ik vind het juist heel leuk om iemand inspiratie te geven. En daar doen de meeste hobbydames het ook voor. Inspiratie geven. Even kijken. Zij deed het gewoon even een beetje uitproberen te tekenen. Bijvoorbeeld zo. En dan deze hier nog een paar bloemetjes. Dan kunnen we dan die andere doen. Zij vindt het ook super leuk als mensen geïnspireerd raken door wat zij maakt. Dus zij vindt het helemaal niet erg als een ander een soort gelijk, wat helemaal hetzelfde wordt, het niet idee namaakt. Nou kijk, wat zij deed, en dat ga ik zo meteen ook doen, was stempelen en dan op een dubbele kaart, zoals hier. En zij knipte letterlijk dit af. Dus ze kreeg een soort van halve kaart op een hele kaart met bloemen. En ik denk, oh, dat is leuk. Het is eigenlijk heel simpel. Het zal ook niet haar idee zijn. Ik bedoel, iedereen die heeft haalt ideeën wel ergens vandaan. Maar zij had ook van die hele grote rozen. Ik denk, ja, die zitten hier ook in. Maar dan kan je hier natuurlijk ook mee doen. Dus dan krijg je een soort van halve kaart. En dan zou je hier nog een tekst kunnen doen. Je kan hem iets lager nog doen, zodat hier de bloemen zijn en hier een tekst. Want dit snij of knip ik dan straks weg, zeg maar. Is dat wat? Het lijkt mij wel leuk om te maken. Nou, is het allermakkelijkste als je dat met masking tape doet. Maar dat heb ik niet in de buurt. Dus ik ga geweldig improviseren weer. Nou ja, José, zo is het ook hoor. Het is haar. Het is misschien ook wel helemaal niet haar idee. Maar ik zag toevallig bij een filmpje van haar. Ik denk superleuk. En ze zei ook van geen probleem. Maken jullie dit ook hartstikke leuk om te doen. Ik zei nou, dacht ik.
Dat vind ik inderdaad ook wel leuk om te doen. Ik ga deze drie gebruiken op de kaartje. Maar ik kan het niet met masking tape of zo doen. Dus dan, ik heb iets anders. Ik heb de antiek linnen. Deze gebruik ik al heel lang, heel vaak. Voor stempelen. En ik zal straks ook wel laten zien waarom. Het is bijna een onzichtbare inkt. Maar net niet helemaal. En vooral met deze. Ik zal straks laten zien. Maar er zitten van die leuke nerfjes in. Van de bladen. En die blijf je zien met deze inkt. Als ik er met de light markers overheen ga. Dan blijf je dat zien. Echt super leuk. Dus vandaar. Dat ik dacht van ik gebruik die gewoon weer. En laten we hiermee beginnen. Ik pak altijd mijn stempelhulp erbij. Want deze heeft wel een paar keer nodig. Om even te stempelen. Voordat hij goed zit. Dan is een stempel natuurlijk, stempelhulp natuurlijk wel heel erg praktisch. Nou, ik heb mijn doekjes zo waar bij de hand. Ik heb zo'n trolley in. Daar staan de meest gebruikte artikelen op. Ja, Jannie, het is leuk hè. Ik vond het zo'n leuk idee. Ik denk, ja, en deze. Toen ik de grootte van deze stempels zag, toen moest ik aan haar filmpje denken. En toen dacht ik, oh, dat is inderdaad wel heel erg goed mogelijk. En ik ga het gewoon samen met jullie uitproberen. Goedenavond, voor wie nog binnenkomt. En dan krijgen we toch echt een onwijs mooie kaart, denk ik, hoop ik. Nou, dit is de antiek linnen en dit is gewoon een lichte kleur en dit is gewoon een distress inkt. Je mag me voor gek verklaren, maar het werkt. Ik kan er weinig anders van maken. Het werkt als een tierenlier, deze inkt. Ik weet niet meer, van Vicky Papanauw of zo, weet ze ook weer. Daar heb ik volgens mij van haar dit idee een paar jaar terug met deze inkt. Daar heb ik hem ook speciaal voor gekocht ooit. Voor dit doeleinde. Ik heb geen linkje voor je, maar als je bij je hobbywinkel even opzoekt, Distress Ink Antiek Linnen, op zijn Engels geschreven, dan vind je ze vast wel. Bijna elke hobbywinkel verkoopt wel Distress Ink volgens mij, of als ik dat niet goed heb, dan moet je me corrigeren, maar volgens mij hebben de meeste hobbywinkels wel Distress Ink. Ik heb ook die onzichtbare inkt, want mijn ogen die zijn niet meer, sinds de vaccinaties zijn mijn ogen niet meer goed. Dat is een vaccinatieschadeprobleempje en als die onzichtbare inkt zie ik dus ook niet, dus in deze zie ik net wel. Dus vandaar dat ik deze gebruik. Ah, vanuit Curaçao. Oh, is lekker weer bij jullie. Het begint hier eindelijk ook, het is wel koud, maar dat is heerlijk. Koude, zonnige lucht met vorst. Als je wakker wordt, dan ligt alles onder het ijs. Dat heeft ook wel wat. Je kan wel merken ook aan het licht, hè, dat het steeds later licht blijft. Dat het weer een beetje richting lente gaat. Maar ik vraag me dan af hoe het dan op zo'n Curaçao, ben ik dan nooit geweest, hoe het daar dan nu is. Ik neem aan dat het daar ook zomer is. Even kijken. Nou, eens even poetsen. En ik heb er nog eentje. Ik denk dat ik met de drie ver kom. Ja, heerlijk weer is het nu, hè? Ik heb vanmorgen proberen te fietsen, maar ik heb natuurlijk een half jaar geleden mijn stuitje gebroken. En ik merk met lange afstanden lopen, of langer dan 10 minuten lopen, dat het eigenlijk nog niet echt gaat. Maar vanmorgen heb ik voor het eerst gefietst en het was een hel. Het deed ontzettend veel pijn. Ik denk, goed, ik ben nog niet helemaal over mijn gebroken stuitje heen. Maar ik vond het toch wel lekker om even buiten te zijn voordat ik ging werken. Ik heb mijn zoontje even naar de BSO gebracht op de fiets. Want mijn auto heeft een olielekkage en dat wordt een heel duur grapje. Die staat al 3 dagen bij de garage en die staat er nog wel een week. Dus nou ja, dan maar fietsen, op zover dat gaat, met mijn rugpijn. 28 graden, wat heerlijk. Zo. Nou, dit zijn de
Nou, klusjes die we allemaal moeten doen natuurlijk, hè, als we dit soort werkjes doen. Dit zijn dingen die ik normaal gesproken misschien zou voorbereiden, maar dat ging niet. Dus ik blijf maar gewoon rustig en dan doen we het gewoon samen. Dit is trouwens 200 grams aquarelpapier. Dat vind ik fijner om te knippen. De 300 vind ik fijn als basis voor een kaart. En 200 is ietsje dunner. Vind ik fijn als basis voor bloemen en iets wat ik kan knippen. Nou, is het een beetje te zien? Dit is wat ik nu heb. Het is allemaal niet heel ingewikkeld, maar het is gewoon leuk om te doen. Ik heb mijn craftsheet neergelegd. Dat heb ik met een reden gedaan, omdat ik met die lightmarkers wil werken. En ik heb gewoon water erbij gepakt. Ik heb doekjes erbij gepakt. Die ga ik nodig hebben om af en toe mijn craftsheet te poetsen. Dit zijn gewoon baby toetendoekjes. Daar maak ik altijd heel veel mee schoon. En ik ga beginnen met kleuren. De kleuren. Oh, Bettina, geef niet. Ik snap dat dat verwarrend is, maar we doen in deze groep niet aan één hobbywinkel. Ik zit er een beetje aan te denken om een gelige achtergrond te doen en blauwe bloemen. Ik denk dat jullie wel snappen waarom. Aan de andere kant denk ik, ja, ik heb al een heel mooi project gemaakt. Die heb ik eigenlijk al verwerkt. Dus ik weet niet zo goed of ik dat wel doe of niet doe. Dat ik het gewoon met rood doe. Ik heb rood. Dit is een van de twee dubbelen die erin zitten. Old Red. Maar dit is zo'n ontzettende mooie kleur dat het niet erg is om een dubbel te hebben. Want die gaat vast een keer op. En wat ik ga doen, ik ga toch rood pakken. En nee, dat geeft helemaal niks hoor. Het is ook allemaal verwarrend met al die lives. Hè? Even kijken hoor, wat ging ik doen. Dus iets te oranje. De zwart en de old red. En de enige twee. Hier zit niet de zwart in. Zit hierin, denk ik. Dat zijn de enige twee dubbelen. De rest is. Oh, hier zit de zwart. De rest is allemaal nieuw aan kleurtjes. Ik ga een licht tintje erbij pakken. Een tussenin tintje erbij pakken. En misschien nog een tussenin tintje erbij pakken. Dit zijn de blush, de 136. De koraalrood, de 12. Roze red, rose red, de 3. En die old red, de 2. 2, 3, 12 en 136. Dat zijn de vier kleuren die ik voor de roos gebruiken. Nou, de blaadjes en de bloemetjes die komen zo meteen. Je kunt op verschillende manieren werken met de lightmarkers. Ilse Hoekstra heeft er eentje laten zien dat je gewoon eigenlijk met de stift direct zeg maar het randje inkleurt en dan met een kwastje en water naar midden uitveegt. Dat kan. Ik ga het anders doen. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Ik pak een aquarel. Ik heb dus wel een aquarelkwastje, maar dat maakt niet zoveel uit. Ik begin met de lichtste kleur. Maar wat ik doe, ik kras hem op mijn normaal gesproken mijn glasplaat. Maar die zit hieronder. Het wordt heel erg spiegelig als ik dat nu ga gebruiken. Dat is vervelend. Oh, Billa, dat geeft toch helemaal niks. Schaatsen is ook leuk. En ik ga in feite. Het kleurtje, je hoort het waarschijnlijk wel. Het kleurtje krassen op mijn craftsheet. Je ziet het bijna niet, maar je ziet het straks wel op papier. Maak me nat. En ik ga heel rustig aan. En ik merk dat ik last heb van de schittering van de lampen. Maar ik doe mijn best. En ik ga eigenlijk in dit geval eerst de hele roos kleuren met de lichtste kleur. Letterlijk de hele roos. Nou, er zit ergens iets op wat niet helemaal daar hoort. En dan de blush is dan in feite de lichtste kleur.
En ik ga heel even mijn bril zoeken. Ik merk echt dat ik last heb van mijn ogen met dat felle licht. En dat ik toch eventjes... Tegenwoordig een leesbril voor dit soort avonden. Ik ga even mijn bril opdoen. Zodat ik het allemaal ietsje beter kan zien. Nou, ik maak me ook niet druk als ik er iets overheen ga. Want ik knip het toch uit, zometeen. Dus ja, met de light markers kun je op verschillende manieren kleuren. Nou, en ik wil het een beetje subtiel hebben. Een beetje een hele lichte tintjes. Dus ik doe het zo. Maar iedereen moet het doen op zijn of haar manier. Ik denk dan, er is geen goed en er is geen fout. Er zitten ook een keer stofjes op mijn... Ik denk dat het van de krautziet komt. Zo, nou, en dit is eigenlijk de basislaag, zo gezegd. Nou, die was niet zo heel spannend, hè? Even mijn voorbeeldje erbij pakken. Laag nummer 2. Even mijn doekje pakken. Het was niet heel veel meer, maar je weet maar nooit. Dan ga ik met de tweede kleur aan de slag. En dat horen we weer. Het plakkeetje. Ja, dat... Ik had ook, voor mijn gevoel was het ook heel snel 7:30. Maar dat kwam omdat ik het zo druk had. Ik ga op de randen. Nou... Vanuit elk randje wat schaduw aanbrengen. Het is net niet helemaal aquarel, maar het lijkt er zo wel op, hè? En dat doe ik de hele bloem. En dit is zo'n heerlijk, rustig klusje. Dus ik word er rustig van. Hoewel ik het een beetje snel moet doen natuurlijk. Ik kan er niet de hele avond over doen. Maar eigenlijk wat je doet, is hem in lagen opbouwen. Ik zit me te bedenken dat ik helemaal niet mee zit te lezen. En af en toe moet er een beetje stift bij op een craftsheet. Dat is prima. Dat doen we dan gewoon even. Tijd vliegt ook voorbij, hè? Alhoewel, op mijn werk vandaag niet. Ik dacht echt van, nou... Ook omdat ik wist dat ik live moest en dat er eigenlijk nog heel veel voor moest gebeuren waar ik geen tijd voor had. En moest koken en alles. Toen dacht ik, oh, kan die klok alsjeblieft vooruit gaan op mijn werk? Nou, we komen er wel. Dit is ook wel de moeilijkste, daar begin ik er ook mee om te kleuren. En de meest intensieve. Ik vind alleen wel dat je met die roze, heb je er wel heel veel plezier van hoe die wordt uiteindelijk. Ik ben echt heel bevredigend kleuren. Nou, laagje 2. En dan laagje 3. Dat is de volgende. Goedenavond voor wie nog binnenkomt. Ik heb besloten om een kaartje te maken.
met de stempels van Janine's Mindful Art en de Light Markers. En ik ben nu met de Light Markers aan de slag. Dit wordt al een klein beetje enger, want het is alweer een ietsje donkerdere kleur. Maar... dat gaat goed komen. Zo. Hoe donkerder de kleur, hoe beter je hem ziet op je craftsheet. Dat is op zich ook wel fijn. Zo. Zijn net weer andere tinten als die ik eerder heb gebruikt. Is wel leuk. Zo krijg je ook een beetje het verschil, kan je ook goed zien. Zo. Het is bij ons nog carnavalsvakantie. Wij hebben zelf geen carnaval gevierd. Ik had dan niet zoveel behoefte om in het gedrang en gedruis te gaan staan. Nou ben ik van origine ook niet echt een carnavalsvierster. Maar de kinderen hebben natuurlijk nog wel vakantie. Zo. Dus mijn dochter is vandaag lekker logeren bij oma. Dat doen ze elke keer. Die twee die hebben echt een band met elkaar. Dat is zo onwijs leuk om te zien. En die vinden het heerlijk om samen dan een beetje te koetelen, een boekje lezen, puzzelen. Mila is geen hele druk kind of zo. Die is net als ik gewoon rustig. En houdt ook van lezen en zo. En oma ook en ik ook. Dus nou, Mila lekker naar oma. Ja, mooie kleuren, hè? Dan had oma bedacht dat ze morgen naar de stad gaan. En dan mag ze haar eigen verjaardagscadeau al uitzoeken. Ze is pas 25 maart jarig, maar ze mag alvast iets uitzoeken. Nou, helemaal, helemaal leuk. En dan kan je, en dan kan ik hem misschien ook wel even laten zien, kan je zien dat die lijntjes heel goed zichtbaar blijven door dat inkt. Wat is mijn inkt? Hier, dat antiek linnen inkt. Dat blijft ontzettend goed zichtbaar. En dat is wat ik heel erg leuk vind aan deze inkt gebruiken voor dit soort stempels. Het is geen moeten, hè? Maar het is een tip. Zo, we zijn er nog niet helemaal. We komen er vanzelf. Laatste kleur. Ja, gezellig door kleinzoons logeren. Ja, superleuk. Hoe gezellig is dat? Oh, Maaike, hou je vooral rustig, hè. Kijk die filmpjes. We krijgen allemaal heel veel te zien, hè, aan filmpjes. En ik vind nog steeds, ondanks dat er geen lockdowns echt meer zijn... dat er heel veel filmpjes nog steeds over het algemeen zijn. We zijn ook wel een beetje aan gewend geraakt. Maar dat betekent ook heel veel ideetjes. En ik zou me daar echt serieus even... ik zou me niet al te druk maken. Want je kunt alles terugzien. En als je dan een keertje inspiratieloos bent... pak het er gewoon een keer bij. En ga met één ding aan de slag. Want anders dan, dan gaat je hoofd aan alle kanten de verkeerde kant op. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik ga zo meteen nog met een tweede kleur aan de slag. Of een tweede kleur. Een tweede kleur T.
tint. Dit is natuurlijk al de vierde die ik aanbreng, maar de tweede kleur tint. Maar je blijft die mooie streepjes, die blijf je echt super goed zien. Ongetwijfeld ook met andere lichte distress inks. Maar dat heb ik eigenlijk zelf nog niet uitgeprobeerd. Er zijn natuurlijk meer distress inkt kleuren licht. Zo. Ja, net zie je, dat is wel. Hè? Even kijken of je het nog doet. Maar ik stempel, en ik weet niet of je dat gezien hebt. Ik stempel wel 2-3 keer hoor. Want je ziet, het gaat niet in één keer goed. Je moet echt wel even een paar keer stempelen om hem goed te krijgen. Nou, voor nu is hij even goed. Even de koraal nog extra. Die zie je bijna niet op je craftsheet. En dan ga ik hem met een andere kleurtint nog een accent ermee aanbrengen. Zo. De geel. Ja, het is inderdaad wat anders dan met... deze is dun. Welke pak ik? De 2-2-2. Goud en geel. Maar met zwart stempelen vind ik ook heel mooi hoor. Persoonlijk. Nou. Oh, ik raak stil. Heb je het in de gaten? Ja, ik spuit water op mijn craftsheet. Nou, was net nog wat water op. Was nog nat. Dus ik hoefde er niet extra op te spuiten. Maar er zit, daarom heb ik mijn craftsheet naast me. Omdat ik daar de kleur op heb. En ook daar de kleur oppak. Nou, ik vind het niet zo mooi geworden. Want die andere vond deze mooier, maar dan heb ik ook een beetje meer de oranje tint gebruikt. Kijken of ik er nog met eentje overheen kan. Dan moet hij goed ook, hè. Oh, dat was ik dan erg. Oh. Laten we toch nog een laagje overheen. Oh, jullie moeten het helemaal aanzien. Maar dat is als je niks voorbereidt. Dan moeten we maar kijken hoe het wordt. En improviseren.
Het is ook absoluut geen ramp als je er overheen raakt en het knipt straks toch uit. En dan is het alweer een heel ander gezicht. Ja, het is op zich ook wel mooi. Maar ik ben niet tevreden en dan blijven we toch een beetje perfectionist. Ik heb het voor een groot deel weten los te laten. Maar dat is met name in mijn mixed media projecten. Met dit soort dingen nog niet. Dan ben ik nog steeds een Pietlut. Nou, ik heb hem wel eens mooier gemaakt, maar we doen het er even mee. We gaan gewoon naar de volgende. Ja, het is wel een dieptekleur. Nou, we gaan eventjes kijken hoor. Ik ga deze bloemetjes doen. Welke kleur we die eens zullen geven. Het geel tinten misschien. Pak ik de Pale Cream. De Buttercup Yellow. Maakt het nog heel veel uit. Nu kan ik die wel erbij gebruiken. Die ik net ook had. En een oranje. Tiger Lily, dat klinkt wel leuk. Tiger Lily. Hoppa. Moet je wel open gaan natuurlijk, zoals ik wil. Nou, dan gaan we eventjes hetzelfde doen. Oh, hij wordt roze. Er zit nog veel te veel roze op mijn sheet. Misschien heel even een keukenpapiertje pakken. Ik zal wat lager gaan werken, dat kan ook. Kijken of ik mijn... Ja, die had ik toch wel aardig schoon. Zo. Ik vind het lastig kleuren zo van ver en dan in het licht, maar ik doe mijn best. En dit is de makkelijkste, want die gaat gewoon overal overheen. Old Red is, ja, 2. Mooie kleuren. Kijken of deze nu handig is. Ik denk het wel. Oh, ik ga echt veel te langzaam. Hè? Ik zal zo anders vast eerst even gaan knippen. En plakken. Want dan kunnen we die kaart even maken. Kijken of dat, hoe dat wordt. Dan ga ik zo meteen wel verder met kleuren als het erop zit. Dat kan op zich ook. Wat is die? Dat kan prima. Nou. Ja, tijd. Dat kost tijd, hè? Kleuren.
Dat geeft op zich niet. Hoort er nou eenmaal bij. En even de laatste, dan ga ik knippen. En dan ga ik dan de kaart knippen. Hoe donkerder kleur, hoe beter we hem zien. Hè? Even voor nu. Ik ga ze straks verder kleuren. Maar ik wil even eventjes de kaart in elkaar zetten. De kleur die mist in jouw... Ik weet niet welke kleur mist in jouw zet. De Old Red nummer 2 is er eentje die dubbel zit. Tenminste, al in eerder uitgebrachte Lightmarker sets zit de Old Red ook een keertje. En de zwart. Die is ook. De rest is allemaal nieuw. Ja. Probeer het een beetje snel uit te knippen en dan even die kaarten in ieder geval in elkaar te zetten. En de kleuren komt dan later wel weer. En dan snappen jullie wat ik bedoel. Of wat die Jennifer bedoelde. Dat was echt een heel leuk idee. Ha! Mijn zus is er. Hallo Dionne. Ik heb hier 200 gram papier, Ali. De 300 gram is de basis van de kaart. Dat is deze. En waar ik de bloemen op heb gestempeld is 200 gram. Omdat ik dat wat makkelijker knippen vind. Het is wel allebei aquarelpapier. Even kijken waar mijn zus het over had. Kan even niet meer zien. Dat canvas van mijn moeder. Ja, ik woon niet bij mijn moeder om de hoek. Mijn zus wel. Mijn zus die woont bij mijn moeder om de hoek. Ik niet. Dus ik durf het niet op te sturen. Want ik vind het daar te fragiel voor. Met die mooie blaadjes en die mooie bloemen. Dus ik heb gezegd eerst volgende keer dat ik in Alkmaar ben. Dan als ze hier zijn, dan krijgen ze hem. Maar ik had inderdaad wel een foto opgestuurd. En mijn familie die moeten af en toe aan geloven dat ze iets handgemaakt van mij krijgen. Ik weet niet wat ze daarvoor vinden, maar ik hoop dat het op prijs wordt gesteld, maar meestal wel. Ik heb ook een keer voor het dochtertje van mijn zus, mijn nichtje, heb ik een keer een hele uitgebreide explosiebox. Ik heb de gladde variant, ja, de smooth. Had ik zo'n hele uitgebreide explosiebox gemaakt. Dagen mee bezig geweest, is ook zo onwijs leuk. Ik ben in elk geval heel erg lekker mee bezig geweest. Dus dan hoop je dat ze het ook leuk vinden, maar... En anders denk ik, ach, ik heb me weer lekker vermaakt. Nou, bijna aan de slag om de kaart te maken zoals ik hem in het filmpje gezien heb.
Even kijken hoe dit zit met knippen. Eén dubbele. Ik heb eigenlijk helemaal niet gekeken of ik dubbele had in de set. Ik denk het zal wel. Oeps. Maar ik denk het niet. Ik vind ze wel goed geprijsd. Je krijgt een behoorlijke set voor een tientje. Nou. Nou, kijk. Joep. Ik maak hem straks goed met kleuren. Ik ga hem eerst eventjes ongeveer doen. Zoals ik denk dat het moet. Waar is mijn lijm? Hier. Ik heb een lijm hier. Deze maar even eerst. Ik trek hem wel eventjes een beetje opzij, hoe ik hem hebben wil. Zo. Dan plakken we deze op. En dan de laatste. Ja, ik merk het ook, José, als ik denk van nou, diegene die gaat dat niet op prijs stellen, dat ze iets zelf gemaakt krijgen, dan maak ik ook niks. Maar de meeste mensen vinden het toch wel heel erg leuk en die stellen het ook wel echt op prijs. Zo, het idee. En je kunt het dus ook doen door wat Jeanette gisteren in een andere groep liet zien. Dat je het maskeert en dat je dan hier op gaat kleuren. Maar ik heb geen masking tape bij de hand. Dit is mijn dubbele kaart. En dit is hoe ik het ga doen. Ik ga letterlijk eromheen knippen. Ik doe alvast even zo, dat knipt even iets makkelijker. Zo, hier eventjes de blaadjes. En dan merk ik al meteen dat het 300 gram zo wat stugger knipt. Het is niet onmogelijk, het gaat ook prima. Alleen het knipt net even stugger. Dan 200 gram papier. Zo. En nu hebben we een halve kaart. Dan ga ik dit natuurlijk nog kleuren. Ik ga hier een tekst maken. En dan is dit het idee wat ik van Jennifer McQuire zag. Ik denk, oh, dat is wel echt heel grappig. Dan heb je meteen zo'n halve kaart. En dat kun je doen met wat grotere stempels. En dit zijn iets grotere stempels. En, nou, zo kunnen we de achterkant zal ik ook nog wel een kleurtje geven. Ik moet hier eventjes in zo'n grote tekst plaatsen. Maar dit is het idee voor de kaart. Nou, kan ik nog wel ietsje verder gaan met kleuren, als ik toch bezig ben. Hè? Dan is dat natuurlijk prima te doen.
Ik heb inmiddels een hele verzameling hier liggen. We zullen meteen kijken waar alles hoort. Maar dat maakt niet uit. Ik heb hier de 233, de Olive Grey. Kijken wat een beetje mooi is. De Forest Pine, de 241 en de Sapgroen, de 235. De basis, oh, er komt er wel om wat omheen hoor. Ik wilde alleen even laten zien hoe dit, dit is heel mooi, maar ik zal eventjes een beetje bijwerken. Ik vind het wat fijner om 300 grams voor de basis te gebruiken. Het is net even wat steviger. Goed, dan de groen. Even de blaadjes een beetje doen. Maar je kan wel begrijpen dat als het straks helemaal klaar is met kleuren, dan het alweer een heel ander gezicht is. Maar dit vond ik zo leuk. Ik dacht van, oh, dat is inderdaad een heel slim idee. En eigenlijk heel eenvoudig en goed te doen met iets grotere stempels. Zoals deze ook iets groter zijn. Oh ja, die lekker veilig gaan. Lekker je avond in. Fijne avond. Kleur gewoon nog heel even door. Dit is de sapgroen. Zo langzamerhand komen we er wel. En op de achterkant, ik denk dat ik dat een lichte geel maak. Dan is deze kant in ieder helemaal gekleurd. En ik zit even te denken, dan kan ik dat misschien wel met zo'n hoekpons doen. Maar dat is natuurlijk een beetje de afwerking zoals je hem zelf wil. Ik wil natuurlijk wel alles kleuren. Maar ik denk dat jullie het wel begrijpen. Waar ik naartoe wil. Ik zal hem nog afmaken met verder versieren. Maar dit was het idee wat ik had gezien. Ik vond het ontzettend leuk. Ik denk, nou, dat is heel goed mogelijk met de stempels van Janine's Mindful Art. Ja, ik val bijna in slaap. Ja, ik snap dat je bijna in slaap valt als ik aan het kleuren ben. Geeft helemaal niks. Ik ga jullie heel hartelijk bedanken voor het kijken naar deze mega geïmproviseerde live. Ik zou je niet durven vertellen wanneer ik weer in deze groep weer live ben. Morgen ben ik wel live, maar dan in een andere groep. En dan weet ik ook nog niet wat ik ga doen, maar dat komt ook vast goed. Ik wens jullie een hele fijne avond en tot de volgende keer. Doei doei!